De gewone vlier, Sambucus nigra. Hoe herken je de vlier? De plant. De vlier is een bladverliezende heester of kleine boom. De vlier kan 3 tot 10 meter hoog worden. De vlier groeit als een struik. De vlier houdt van een voedselrijke en stikstofrijke grond en groeit in de zon of halfschaduw. De stam. De vlier heeft een redelijke specifieke stam. De stam is grijsbruin van kleur en het heeft een kurkachtige, gescheurde schors. De bladeren. Elke tak heeft meestal 5 tot 11 bladeren. De bladeren staan tegenover elkaar op de tak. Het zijn stevige bladeren, ze kunnen best wel wat hebben. De bladeren zijn gepunt en ze hebben een sterk gevederd blad. De randjes zijn grof gezaagd. De bladeren zijn eivormig tot lancetvormig. Aan de bovenkant zijn de bladeren donkergroen. Aan de onderkant zijn de bladeren dun behaard. De takken zijn stevige houten takken. De bladeren staan op gebogen takken. Ze zijn vrij makkelijk te breken. Als je twijfelt of je de vlier hebt en hij is nog niet in bloei, dan snij een stukje tak open. De takken zijn van binnen niet massief, maar hebben een sponsachtige kern in het midden. De pulp die in de tak zit is heel specifiek voor de vlier. De binnenkant van de tak is gevuld met wit, sponsachtig merg. De vlierbloesems. De vlierbloesems bloeien in mei, juni en juli. De vlierbloesem is een schijnschermbloem. Hij lijkt op een scherm, maar in feite is het een tros. Vanuit één punt gaan de stengels naar boven toe. Alle bloemetjes zitten er bovenop. De vlierbloesem heeft een stervormige bloemkroon met 5 geel-witte blaadjes. De vorm van de vlierbloesemschermen is plat, niet kegelvormig of rond. De bloemen vormen samen vlakke schermvormige pluimen van 10 tot 24 centimeter. Het bloemenhoofd is bevestigd aan het einde van de lange takken. De bloemetjes zijn een halve centimeter tot 1 centimeter groot. De bloemen bevatten geen nectar. De vlierbloesems zijn geurend. Aan de typische geur kun je de vlier herkennen. Zodra de vlier in bloei staat, dan ruik je hem. De geur van de vlier is er gelijk al eentje waarvan je weet dat hij komt. De vlierbloesem was je nooit. De smaak van de vlierbloesem komt van het stuifmeel. Je wilt het stuifmeel hebben, want daar zitten de stoffen in die je wilt hebben. Het is belangrijk om de bloemhoofdjes te oogsten in een stadium dat het stuifmeel vers is en niet nadat de pollen verdwenen zijn. Na de bloei ontstaan trossen met ronde, zwarte paarse vlierbessen. De vlierbessen zijn rijp tussen september en november. Kort samengevat, je kunt de gewone vlier nu herkennen aan de plant zelf, de stam, de bladeren, de takken, de vlierbloesems en de vlierbessen. Bedankt voor het kijken. Als je geen video's meer wilt missen, druk dan op het abonneerknopje onderaan deze video.